Je hebt ze vast wel een keer zien rijden in een spruitperceel van die grote groene gevaartes die maar heel langzaam vooruit kokkelen. Nou, wij gaan vandaag laten zien wat deze aan het doen zijn. Mijn naam is Victor, achter de camera zit Gerard en bij ons is vanavond spruit op het menu. De spruitplant wordt eerst afgezaagd. Vervolgens worden eigenlijk de spruitjes worden van de stam afgetrokken. De stam valt doorheen. En de spruitjes die komen in een verzamelbak achterop. Het is eigenlijk gewoon super simpel. Eigenlijk is het gewoon heel simpel systeem eigenlijk. Van zekerheid, wat je oogst moet je ook eten. Een spruitje. Wat is jouw favoriete spruitreceptje dan? Zie ik eruit als een kok? Nee. Ik zie er niet uit als kok. We gaan straks gewoon even navragen wat nou het ultieme spruitrecept is. We hebben hier zo spruit in de container zitten, zit alles door elkaar van klein tot groot. Ja. Er zit een blaadje tussen, dat zie je wel. Ja. Er zit een stukje gruis tussen. Dan gaan ze hier op een gegeven moment gaan ze naar boven toe. Ja. En dan hebben we hier zo een bladscheider. Dan gaan de spruiten die gaan er overheen. De zakken ze door de roosters heen. En dan gaan de bladeren erdoor, die gaan dan de afvalbak in. Ja. Dan komen ze hier naar boven toe. Ja. En dan worden ze hier als ware op maat gesorteerd. Okay. Kleine roosters, dan zakken de maten doorheen, dat is een D'tje. Ja. En een A'tje, dan zakken hier doorheen. En de grote spruiten die gaan rechtdoor. Ja. Om de kortste weg om zo min mogelijk beschadigingen te krijgen. Die kleintjes zakken dan doorheen. Die komen hier zo op de bed eronder. Ja. Alle kleinste zakken er gelijk doorheen. En die komen dan aan die kant eruit, dat zijn de D'tjes. Dat zijn de spruitjes die schoongemaakt worden handmatig. Dat zijn voor de voor allerlei soorten supermarkten in Nederland. Ik hoef eigenlijk geen namen te noemen, maar eigenlijk gewoon, ik heb gezegd, voor alle supermarkten wat in Nederland is, die pakken die kleintjes. En dan hebben we eigenlijk de grote spruiten, die leggen hier bovenop. Ja. En dat is eigenlijk wel het jammere ervan dat we die spruiten, dat weet de Nederlandse consument, ze weten dat ze bestaan, maar ze komen niet in de Nederlandse supermarkten. En het is eigenlijk heel jammer dat dit niet in de Nederlandse supermarkt komt. Het gaat wel allemaal naar de Duitse supermarkt. Als de Nederlandse consument dit weet dat dit bestaat, dan denk ik dat heel veel consumenten kiezen voor dit. Okay. Omdat mensen toch snel in de keuken willen werken. En als je zo'n spruit pakt, of je pakt zo'n handje kleintjes, je maakt die grote even schoon en ze zijn prachtig. Ja. Je snijdt ze vanmidden en je kan ze zo wokken. En je hebt een handspoot. Als je dit hebt, zeg maar, voor een gezin van 5, 6 mensen, of ietsje meer, dan heb jij al een heel groot verhaal. Er komen ze met twee camera-machines, één met 3 camera's, één met 4 camera's. Ja. En die maken van elke spruit maken ze 4 à 5 opnames. Is die goed, gaat die rechtdoor. Is die niet goed, wordt die eruit met lucht eruit geschoten. En dan zitten wij daarna, net wat er aan mensen nodig is, daarboven. We zitten altijd sowieso met 4 mensen, soms met 5, maar dat hangt van de kwaliteit af. Ja. Dus dat is eigenlijk het proces wat we hier een beetje doen. Nee, dan is het daar weer in de volgende bunkers en dan is het... We hebben meteen een aandenken mee gehad, een vers zakje spruiten. We hebben meteen geleerd hoe je ze moet bereiden. Je moet gewoon het kontje eraf halen en 2 keer door midden snijden. En niet koken, maar wokken. Met taugé. En wat is dan ook weer? Met taugé erbij en nog iets anders. Precies. Niet koken, maar gewoon wokken die handel. Mocht je nou heel veel hebben gehad aan dit kookrecept, geef het filmpje even een dikke duim en een reactie hieronder. Vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal agritrader.tv. Ik zou zeggen, tot volgende week. Daar is hij dan, hè? De auto. Echt heel mooi. Vooral deze kant, hè. Het is echt... Waarom film je naar die kant? Ja, dat je altijd zegt van ik ben Victor. Ja, klopt. Dat ben ik ook. Ja, nou, daarom. Nou, dan is het duidelijk. Ga er eens naast staan. Waarom... Even kijken of het een beetje klopt. Klopt dit?